Yes jongens, tijdens mijn vakantie ben ik uitgedaagd door Xiaomi om mijn daily driver te gaan verwisselen voor de Xiaomi 12. Van een iPhone 12 naar een Xiaomi 12. Wist deze telefoon me te overtuigen en is hij het geld waard? Ik vertel het in deze video. Ja jongens, we gaan dus even lekker beginnen, want dit hier is dus de Xiaomi 12. Een heel leuke telefoon voor 600 euro. Maar is die ook zijn geld waard? Jongens, een duimpje omhoog op deze video. Zou ik ontzettend waarderen als je dat doet. En ben je nog niet geabonneerd? Dan vraag me af waarom je dat nog niet bent. En laat ook even in de reactie jouw favoriete emoji achter. En op dit moment is dit degene die mijn favoriet is. En laat ook even weten trouwens. Wat vind jij van deze telefoon? Ben ik wel benieuwd naar. Een goede smartphone hoeft trouwens ook niet heel groot te zijn. Je ziet ongetwijfeld in de markt dat telefoons al steeds groter en groter aan het worden zijn. Maar Xiaomi had zoiets van, gaan we eventjes niet doen. Deze telefoon is dus 7 centimeter breed, 8 mm dik en 15 cm lang. En op zich is dat eigenlijk prima. Hij ligt goed in de hand. Hij is heel erg stevig. Voelt ook goed en degelijk aan. En ook geen scherpe randjes. Je kan de telefoon ook prima bedienen met één hand ook nog. Als dat voor jou dus een belangrijke punt is, dan is dit zeker wel een hele interessante optie. De achterkant heeft een matglas afwerking en het ziet er heel goed uit, maar het is wel ongelooflijk glad. Dus doe jezelf een lol en gebruik het meegeleverde hoesje, want anders glipt die telefoon gewoon heel snel uit je hand. En het voelt ook gelijk ook een stukje steviger aan en ja, extra bescherming is altijd wel handig. En natuurlijk, qua knoppen en aansluitingen, het zitten wel leuke dingetjes op. Rechts heb je natuurlijk de volumeknoppen en natuurlijk ook de power-on knop. Maar je hebt natuurlijk aan de onderkant ook de USB-C-poort. Mag je tegenwoordig wel verwachten. Met daarnaast ook nog eens een dual SIM-tray voor twee nano-SIM-kaartjes. Aan de bovenkant heb je ook nog eens een ER-blaster. Of beter gezegd, deze telefoon kan werken als een afstandsbediening. Dus ben je bijvoorbeeld eens een keer de afstandsbediening van je tv kwijt, dan programmeer het even met deze telefoon en dan kan je deze telefoon gewoon gaan gebruiken voor afstandsbediening van bijvoorbeeld je tv of eventueel je home cinema set. Xiaomi heeft deze telefoon ook voorzien van een hele vlotte Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chip. En dit is op dit moment een van de snelste die Qualcomm op dit moment heeft. En dat merk je ook eigenlijk wel. Samen met 256 GB opslag en 8 GB aan RAM is het zeker wel een goede qua specificaties. En het scherm wat er ook in zit is ook zeker niet mis. Je hebt hier een 6,28 inch OLED WQHD Plus paneel met een maximale helderheid van 1100 nits bij het kijken van HDR content. Mocht je daar afvragen, hey, 1100 nits, is dat veel? Ja, het is best wel veel. De iPhone 13 Pro Max zit er net daarboven met kijken van HDR content. Dus deze komt ook heel erg in de buurt ermee. Had ik trouwens ook al gezegd dat dit scherm ook Dolby Vision, HDR 10 Plus en ook een variabele refresh rate heeft van 60 tot 120 Hz? Nou, weet je het nu bij deze. Een MIUI is met de Snapdragon 8 Gen 1 ook super vloeiend. Zeker ook mede door het scherm wat een hogere refresh rate heeft. Alles voelt heel erg snappy en heel erg snel aan. Sommigen die zaten er ook te klagen dat de advertenties worden weergegeven. Maar ik heb op dit moment nog geen één advertentie voorbij zien komen. Dus ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar ik heb geen advertenties voorbij zien komen. Navigeren door het menu, bewerken van foto's en video's en eventueel je favoriete games spelen is ook zeker geen probleem ermee. Een upgrade naar Android 13 staat ook op de planning met ook een nieuwe versie van MIUI erbij, maar wanneer die uitkomt is alleen nog niet bekend. Wel is het zo dat deze telefoon, net zoals de Poco F4 GT, wel last heeft van hitteproductie. En daar zitten ook wat problemen mee. Het blijkt namelijk ook zo dat de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ook pittig warm gaat worden. En deze telefoon heeft er ook last van. Ook al zit er een hele leuke dampkamer erin, hoe Xiaomi dat ook heel mooi zegt. De telefoon wordt op een gegeven moment wel heel erg warm en gaat qua prestatie ook keihard naar beneden. En dat is heel erg jammer. Hopelijk weet Qualcomm het te verhelpen met de volgende generatie. Maar dat is toch even iets om in je achterhoofd te houden dat als je lange tijd wil gaan gamen, op een gegeven moment zal je FPS naar beneden gaan. Over naar die camera's, want er zitten ook hele leuke camera's in. Het is echt heel erg tof wat Xiaomi heeft geplaatst. We hebben hier maar liefst 3 camera's tot onze beschikking. Eentje is gewoon een wide-angle camera. We hebben nog een ultra-wide-angle camera erbij ook nog. En ook nog een macro-lens. En die foto's die eruit weten komen, Xiaomi heeft dat hier wel heel netjes gedaan. Check maar eens even. Ik heb een paar foto's gemaakt terwijl ik op vakantie was. Oftewel ik ondertussen weer thuis was om even lekker snel wat plaatjes te schieten. De foto's die eruit komen zien er gewoon heel erg goed uit. En ook dat de ultra groothoek en de groothoeklens, ja, je ziet er eigenlijk vooral nog geen verschil mee. Normaal is het zo dat je met andere telefoons, dan zie je al heel gauw het verschil tussen die twee lenzen. Maar dat heeft Xiaomi hier heel goed mee opgelost. Qua beeldkwaliteit van de foto's is dit gewoon on point. Zeker ook de macro lens die erbij zit, want dat is ook een hele leuke toevoeging. Nou, in tegenstelling tot andere fabrikanten krijg je hier een 5 megapixel macro lens. En wil je nou een hele leuke macro foto maken van iets,
dan is dat met deze telefoon absoluut geen probleem. En de foto's die eruit komen, die zijn ook van hele goede kwaliteit. En wil je nou gebruik maken van de zoomfunctie, dan kan dat natuurlijk ook. Er wordt een 50 megapixel foto gemaakt en dan wordt er ook een uitsnede ervan gemaakt. Is alleen niet heel top. Oké, foto ziet er op zich best oké uit, maar de scherpte die ga je wel verliezen. Het is alsof je een crop maakt van een foto die wat groter is. En dat is wel zonde. Wil je ook gaan filmen, dan is dat met deze telefoon ook absoluut geen probleem mee. Je kan hier namelijk filmen op 8K 30 resolutie of eventueel op 4K 60 met HDR. En 8K op zo'n telefoon? Nou, ik denk niet dat de meeste van jullie op dit moment een 8K telefoon hebben, maar je zou er 8K video's mee kunnen schieten. Optische beeldstabilisatie is ook aanwezig en dat zie je ook als je een stukje aan het wandelen bent. Stel je bent even aan het filmen waar je aan het lopen bent en het beeld is gewoon heel erg stabiel. Wil je nou ook selfies gaan maken? Ook dat is wel goed op orde. De foto's die zien er best wel scherp uit. Je ziet goed dat jij het bent. En de portrait modus is ook best wel goed op orde. Dus qua camera's, het stelt mij niet teleur. Maar wil je nou bijvoorbeeld video's gaan maken voor bijvoorbeeld TikTok? Aan de voorcamera heb je zeker wel genoeg aan, want die kan filmen tot 1080p 60. Geen 4K, maar dat is op zich niet zo'n heel groot probleem. 1080p 60 kijkt vele malen fijner dan 4K 30. Dus op zich, ik kan hier wel mee leven. Ja, volks, dit is even een shot met de frontcamera. En 1080p 60 is waar het nu momenteel in schiet. En op zich, het ziet er best wel oké uit. 4K 30 was natuurlijk leuker geweest, maar ga je dat nou echt gebruiken? I don't know, maar 1080p 60... is eigenlijk wel prima. Zeker voor TikTok is dit heel mooi meegenomen. Oké, heel veel lovende woorden. Maar zitten trouwens ook minpunten aan deze telefoon? Nou, toevallig wel. Zo heeft deze telefoon bijvoorbeeld geen officiële IP-rating. Er is niet getest of deze telefoon wel waterbestendig is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S22 of de iPhone line-up wordt tegenwoordig wel getest of die waterbestendig is. Als verklaring heeft Xiaomi gegeven dat dit extra kosten meebrengt. Door de regen lopen zal bij deze telefoon geen probleem zijn. Maar ga er niet mee douchen of gooi het niet in een zwembad. Vindt hij niet leuk? Doe het niet. Probeer het niet uit. Want als hij uiteindelijk toch kapot is, helaas voor jou, je krijgt niet snel een nieuwe. En dan ook even de accuduur. Want hoe lang gaat deze telefoon nou mee? Er zit hier een 4500 mAh accu erin. En die kan je heel snel opladen met de meegeleverde 67 watt oplader. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar ja, ik hield het niet een hele dag vol met deze telefoon. Ik ben flink mee aan de slag geweest. Ik heb veel foto's zitten maken, heel veel gefilmd, een beetje gegamed, films en series gekeken in het vliegtuig in de tussentijd. Die telefoon, ja, hij hield het niet een dag vol. En dat is wel jammer. Oké, er zit wel zwaar een hele snelle chip in. Het scherm kan heel erg fel. En je kan wel zwaar je telefoon heel snel gaan opladen. Maar ik had liever gezien dat hij toch aan het einde van de dag toch nog een beetje batterij erin heeft zitten. Dus eigenlijk moet ik vrijwel overal wel met een oplader gaan lopen. Dat is niet handig. Wel is het zo dat van 0 naar 100 in ongeveer 3 kwartier is opgeladen en van 0 naar 50 in ongeveer 20 à 25 minuten. Op zich is dat best wel oké, maar ja, 67 watt is op zich leuk. Maar als nou de 120 watt van Poco F4 bent gewend, dat is wel een flink verschil. En een ander dingetje is ook nog eens de speaker. Ja, de speakers die erin zitten zijn van oké kwaliteit. Je kan de volume ook echt flink omhoog schroeven en Dolby Atmos support is ook aanwezig. Maar ik merkte wel dat de geluidskwaliteit wel een stukje lager werd op het moment dat het volume ook op maximaal stond. Er komt heel veel geluid uit. Het klinkt op een gegeven moment niet op en top. Dus een aparte speaker of eventueel een Bluetooth headset is gewoon vele malen beter hiermee. Maar stel, je wilt even gewoon huiswerk gaan maken. En je wilt gewoon ondertussen luisteren naar je favoriete podcast of eventueel je favoriete muziek. Leg dat ding gewoon lekker aan de kant. Zet de volume op ongeveer 50% en dan klinkt het alsnog prima. Wel merkte ik dat de geluidskwaliteit een stuk beter werd op het moment dat ik Dolby Atmos ook uitzette. Dus mocht dat voor jou belangrijk zijn, zet dan die functie uit. Oké, maar hoe zit het nou? Wist deze Xiaomi 12 nou mijn iPhone 12 te vervangen? Nou, het is op zich wel een hele vlotte telefoon. Gamen op dit ding is absoluut geen probleem. En je kan ook even heel snel je foto's en video's ook mee gaan bewerken als je dat wilt. Wil je lekker series kijken of eventueel films gaan gluren of eventueel je favoriete YouTube content? Dan is dat met deze telefoon ook absoluut geen probleem. Het scherm ziet er heel goed uit. Met het OLED scherm spatten de kleuren ook van het scherm. En het ziet er gewoon heel erg keurig uit. Wel is het zo dat de accu nu toch net even wat beter mag zijn. En dat er ook een IP-certificering erbij mag. Ja, tegenwoordig heel veel telefoons die hebben dat eigenlijk wel. Maar het was echt voor mij wel een gemis. Want ik wist nu niet of deze telefoon wel waterbestendig is of niet. En
zeker met de huidige markt op dit moment, is dat toch wel belangrijk. Foto's en video's maken met deze telefoon is echt heel erg tof. Het werkt als een malle, ja, daar heb je eigenlijk niks over te klagen. De speakers aan zich zijn van acceptabele kwaliteit, je kan elkaar goed verstaan en de toevoeging van een IR blaster is wel heel erg leuk. Maar hoe vaak ga je dat nou echt gebruiken? Al met al, deze telefoon zul je meer gaan kopen als je een fan bent van goede camera's op een smartphone. Want dat is iets wat deze telefoon echt in uitblinkt. Maar wil je nou toch een zo compleet mogelijk plaatje hebben, met bijvoorbeeld een IP-certificering, betere speakers en net even wat meer leuke functies? Ja, dan komt de Galaxy S22 toch wel heel erg dichtbij. En denk ik dat die zelfs een betere keuze is voor ietsjes meer geld. Maar kijk daarmee leven en heb precies van, joh, die IP-rating boeit me niet. Die speakers, ik zet ze nooit op 100%. En die accuduur, joh, als ik thuis ben, gooi ik hem toch in de oplader. Dan is dit absoluut een no-brainer en zou ik deze telefoon ook echt willen gaan aanraden. Want deze telefoon, een paar kleine minpuntjes, maar wel hele grote pluspunten. Jongens, ze hebben me overtuigd. Ik ben om. De Xiaomi 12. Absoluut. Hele toffe telefoon. En ik ben heel benieuwd naar wat jij ervan vindt. Laat het even weten in de reactie beneden. En laat mij ook even weten wat jij momenteel als favoriete emoji hebt. Ik ben ook heel benieuwd wat jij van deze video vond. Laat het even weten met een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Smash dan even op die subknop en zet dat belletje aan. Jongens, mijn naam is Mark van TechTime. Dankjewel voor het kijken. En ik zie je heel graag. Tot de volgende.